Viersnie Gmelig-Meiling. En ik ben de ontwerpster van de techniektorens en ook van deze tronen die vandaag hier uitgesteld zijn en waarbij we een finale winnaar gaan kiezen, hebben gekozen. We gaan zo direct de prijzen uitreiken aan de beste, mooiste drie tronen. Dat doen we al 8 jaar. En dit jaar is een bijzonder jaar. Vanwege het Koningsjaar hebben we een speciaal pakket voor de winnaar van de oranje troon. Dus dat is, er komt een prijs speciaal voor het koninklijk paar om dat aan hen te presenteren. De techniektorens is tegelijkertijd ook de hoofdprijs voor degene die de hele wedstrijd gewonnen heeft. En de winnaar krijgt de bovenbouwtoren van de techniektorens. Wat een compleet lesconcept is voor techniek in de basisschool. Dus daar kunnen ze nog jaren plezier van hebben in de winnende school. Heeft een hartelijk applaus. De winnaars van de Ja, mijn naam is Dieter Marquardt, ik ben van Wijzenol Bouwverven en wij zijn de trotse sponsor van de verf, van de Cervantes Tronenwedstrijd. We doen al jaren mee aan deze mooie wedstrijd en ook dit jaar was ik weer helemaal onder de indruk van wat de kinderen met onze verf hebben gedaan, wat voor mooie ontwerpen ze hebben gemaakt en hoe ze die hebben omgezet op de tronen. Dus een geweldige presentatie en complimenten aan al die kinderen. Heel blij mee. Heel blij mee. De tronenwedstrijd voor Cervantes is heel belangrijk, omdat ze daarmee eigenlijk alle kinderen van de basisscholen kennis laten maken met het schilderen, met schilderwerk in de bedrijfstak. Op deze manier maakt men kennis met verf, met ondergrond en kijken hoe leuk het is om te werken in deze sector. Alexander en Maxima, wij van de Leenvoort School in Westendorp willen jullie van harte feliciteren met jullie koningschap. Wij wensen jullie heel veel succes in de toekomst. En deze troon die je hier achter ons ziet, hebben wij de Oranje Prijs dit jaar mee gewonnen. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dankjewel.